We gaan beginnen. We gaan met elkaar praten over gedrag. Ik ga eerst met jullie kijken. De 5 minuten zijn nu begonnen. Ik ga eerst met jullie kijken hoe komt gedrag tot stand. Ik heb hier een foto van Bram Ladage. En daar lopen een hoop mensen langs en die vertonen verschillend gedrag. Deze gaan kopen. En deze is het, denk ik, dacht het niet. Gedrag is een reactie op een prikkel. Oké. Eduardo, krijgen deze mensen van Bram een andere of dezelfde uitwendige prikkel dan deze meneer? Oh, wacht, zijn er ook mensen die zeggen dezelfde? Wie zeggen dezelfde? Waarom zeg jij dezelfde dan, Kaylee? Nou, je ruikt bijvoorbeeld dezelfde geur of zo. Ja, ze ruiken dezelfde patat. Zien ze ook, krijgen ze ook. En ze zien ook diezelfde patatzak. Alright, ben ik met jou eens. Vertonen deze mensen en deze meneer hetzelfde gedrag? Gedrag is een reactie op prikkel vanuit het milieu. Ze vertonen, hé, dat is ook raar. Want gedrag is een reactie op prikkel. Gedrag is een reactie op een uitwendige prikkel. Wat Bas zegt, gecombineerd met inwendige prikkels. Die inwendige prikkels, dat noem je je motivatie. Deze meneer had honger. Inwendige prikkel, die waren gemotiveerd om daar te stoppen. Deze meneer had net gegeten. Die denkt, Bram Ladage, je kan me wat. Weet je wat wel belangrijk is? Die motivatie is wel onnoemelijk belangrijk. Ik heb wel eens gezien bij mij op straat dat een merel een kat aanviel. Weet je hoe stoer? Wat? Wacht even. En ik zal je nog sterker vertellen, die kat rende weg. Dat ik dacht, ja, tegen zo gek kan ik niet op. Maar wat zou voor die merel de inwendige prikkel kunnen zijn? Om dat te doen. Er was wel iets met die merel, want in de regel valt een merel geen kat aan. Maar ze was zo gemotiveerd om dat te doen. En misschien heeft die merel ergens een nest in de buurt en beschermd zou je merel. Juist, dat wil ik zeggen. Misschien. Een hele goeie. Dat is een hele goeie. Die merel is doodsbang voor die kat. Maar hij is zo ongelooflijk gemotiveerd om dat nest te beschermen, dat hij gewoon niet de dood of de gladiolen. Ja, en die kat is dan weer overrompeld door zoveel vechtlust. Ja, dat is motivatie. Dat is motivatie, dat is inwendig prikkel. Hé jongens, dus met andere woorden, prikkels kun je negeren. Maar niet alles. Kijk, prikkels kan je negeren, en dat is me goed ook. Want als je reageert op alle prikkels, dan word je helemaal crazy. Ja. He, dus als je dit ziet, als je hier rondloopt, dan moet je tegen een hele hoop kunnen prikkels kunnen zeggen, jou negeer ik, jou negeer ik, jou negeer ik, jou. Anders ben je binnen een half uur gek. Dus, prikkels kunnen we ook. Er zijn ook prikkels in ons leven, en ik hou het nu bij de dierenwereld, die we niet kunnen negeren. Die standaard een reactie oproepen. Die prikkels die je als organisme die die prikkels ontvangt niet kan negeren, noemen we sleutelprikkels. En die roepen standaard een vast gedrag op. Moet je ook kijken. Hier zie je moeder meeuw en een jonkie. Moeder meeuw is op zee geweest. En die heeft ergens hier een hele lading vis zitten. Maar het ventje heeft honger. Maar hoe krijg je dat voedsel eruit? Ja. Dat jonkje gaat pikken. Nee, laat ik het anders zeggen. De natuur heeft zo verzonnen dat dat jonkje moet gaan pikken tegen die snavel. En als dat jonkje gaat pikken, dan gaat moeder spugen. En dan doet het kleintje zijn bek open. En dan gaan al die half verteerde vis gaat erin. Dus met andere woorden, dat is een gedragsketen tussen twee organismen. Maar hoe krijg je die jongen aan het pikken? Door een sleutelprikkel in te bouwen. Die rode vlek is een sleutelprikkel. Als dat jonkie die rode vlek ziet,
Dan denkt hij, ik zie mijn moeder. Ja, ik zie een hele hoop andere dingen. Maar ik zie vooral een rode fles. Omgekeerd, als het jong gaat pikken, is dat voor ma weer een sleutelprikkel om... Dat voelt sleutelprikkels. Dit is ook een mooie. Hier gaan we zo meteen naar kijken. Een stekelbaars die gemotiveerd is om te vechten, omdat hij een territorium heeft, want hij wil zich voortplanten, reageert vooral heftig op de rode kleur van een mannetje. Maakt niet uit hoe die eruit ziet, of die eruit ziet als een boei, of deze bloei, of deze torpedo. In beide gevallen lijkt hij absoluut niet op een stekelbaars. Het is de rode kleur die aanzet tot vechten. Hey, je kan sleutelprikkels ook overdrijven. Je kan sleutelprikkels ook overdrijven. Dan heet het een superanormale prikkel. Als een sleutelprikkel al een bepaalde reactie uitlokte, dan gaat zo'n supranormale, wat eigenlijk een super overdreven sleutelprikkel is, gaat helemaal een enorme reactie op. Dit is een mooie. Hier hebben we van de week een filmpje van gezien. Dit is de koekoek met de hegemus. Moeder hegemus kan normaal gesproken het rode bekje van haar kind al niet weerstaan. Als moeder hegemus een klein bekje van haar kinderen ziet, Esmee, dan gaat ze daar automatisch al voedsel in stoppen, omdat het rood is. Deze is knijterrood. En heel erg groot. Supranormale prikkel. Die hegemus ziet misschien heus wel dat dit iets anders is dan haar kind. Maar stopt dat toch voedsel. Supranormale prikkel. Mensen doen het ook. Ik heb een beetje een seksistisch plaatje misschien. Of zo. Ja. Kjell, noem jij de supranormale prikkel? Noem jij de supranormale prikkels hier eens? De borsten, denk ik. Ja, die opgeblazen borsten. Ja, ja, want die vrouw denkt, nou, gewone borsten vinden ze al wat. Dan moeten ze helemaal weer hitsig worden van die supranormale prikkels. Hier weer diezelfde mond, supranormale prikkels. Niet te negeren.